Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups & Down. Jordi ligt nu lekker te slapen. Ik hoop dat hij langer slaapt dan dat hij gisteren heeft gedaan. Want gisteren was maar een uurtje en dat was op een gegeven moment chagrijnig, zoals de pest. Dus vandaag is hij op zich wel vrolijk, enigszins. Hij wil alleen niet echt veel eten, maar... Ja, dat kan ook zijn omdat hij zich eigenlijk gewoon nog niet zo lekker voelt. Kan ook zijn omdat hij gewoon wat last heeft van zijn buik en dat hij gewoon vol zit. Dat moet ik even vandaag uitvissen hoe dat zit. Ik ga nu de vlog uploaden van gisteren. En zodat hij vandaag weer online komt. En even wat eten. En dan ga ik huishouden doen en dat soort dingen allemaal. Dus ja, dat is eigenlijk een beetje wat ik vandaag van plan ben. We zijn ook al naar de winkel geweest, dus ik heb alles geregeld en in huis. Dus ja, zover ik weet loopt alles vandaag enigszins op rolletjes, hoop ik. Je weet natuurlijk nooit wat er nog in de tussentijd gaat gebeuren. Het volgende shot dat jullie nu gaan zien is wanneer Jordi weer wakker is. Is iemand wakker? Hi, kijkje. Vond jij lekker geslapen? Ja. Hi. Hi, Scheetje. Hi, Scheetje. Hi, Scheetje. Hi, Scheetje. Ben je met mijn ventje? Mama's ventje? Hi. Hi. Heb jij lekker geslapen? Ja. Oké. Okay. Oké. En toen? Kom jij uit bed? Mama jou eruit helpen. Jordi. Ja? Kom jij uit bed? Schatje. Hallo. Hallo. Kom jij uit bed? Kom je bed? Mama helpen? Trekken, hè? Goed trekken. Oh, trekken. Gebruik die armspieren. Oh, trekken. Goed zo. Trekken. Woep, boom. Trekken. Goed zo. Dan heeft mama bijna niks hoeven doen. Staan. Goed gedaan. Goed zo. Mama trots op jou. Nou... Niels die is nu even douchen en ik ga zo ook douchen en dan naar bed. Ik heb vandaag niet zo heel veel gevlogd. Jordi had heel veel last van zijn buik en daardoor had ik zoiets van, nou laten we maar eventjes een beetje rustig aan doen en eens kijken wat er dan komt. Want hij houdt het gewoon ook echt op, dus als we hem nou hadden gespoeld... Dan wordt hij weer geholpen en dan is zijn buikpijn weer weg. Terwijl als hij gewoon poept, dan is het weg. Ja, we wachten gewoon heel even af hoe en wat. En ja, dan kijken we wel eventjes. Ja, ik ga zo douchen en lekker slapen doen. En hopen dat Jordi morgen gewoon lekker een volle luier heeft als hij wakker wordt. Ja. Een hele goede morgen deze morgen. Dankjewel. Vind ik lief van jou. Vannacht heeft Jordi gespookt. En toen heeft hij twee keer heeft hij wat gepoept. En nu heeft hij niet meer gepoept. Maar hij is wel vrolijk. Dus dat is een goed teken. Hé, jongen?
Ja, is een goed teken, hè? En nu gaan we fruitje doen. Hallo? 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 Hier is de camera. Ja. Nu gaan we fruitje eten. We hebben vandaag een pyjama dagje. We gaan nergens heen, gelukkig. Ja, jongen? Ja, we hoeven nergens heen, hè? Nee! We hebben vandaag lekker een pyjama dagje en... lekker veel knuffelen vandaag, hè, jongen? Ja. Aboe! Ja, wat vind je ervan? Vind je het leuk? Hij doet dan ook echt de wang tegen je aan. Zo van, oké, kom maar. Jij wil een kusje geven? Kom maar. Dus ja, wij gaan even fruitje doen. En Boomba of juffrouw Roos kijken. Inmiddels is Jordi weer wakker. Wel met buikpijn. Ja, hij had wel wat gepoept en zo. Dus ja, al met al oké. En nou gaan we soep eten. Soepie? Ja? Mama Boomba aanzet of zo. Daar krijg ik wel kusjes voor, hè? Als mama Mama Boomba of zo aanzet. Wij zijn lekker aan het koelen. Jippie, jippie, jee. Maar ik denk dat Jordi daar wel even gespoeld gaat worden. Want hij heeft wel buikpijn. Wat ik van hem opmerk. En zijn buik is ook wat oppergezet. Dus het is echt zo'n wissel. Het is zoiets van, je weet niet echt wat je ermee aan moet. Ja. Doe jij klagen? En hij is ook nog moe. Nee, toch. De reden ook dat hij geen bril op heeft is omdat hij continu aan het draaien is. En dan wil hij continu met zijn gezicht in mijn nek zitten. Ja. En dan kan die bril niet op, hè? Nee. Dan krijg je ervan als je met mama wil koelen, hè? Hij heeft ook een heel leuk pyjamaatje aan. Love my mommy staat erop. Ja, hij staat love my mommy op. Ja, I love my mommy. Ja.
Of je dat ook daadwerkelijk doet, dat weet ik natuurlijk niet. Ik ga ervan uit van wel. Want ja, hè. Als er iets aan de hand is, is mama, hè. Nee, oké, okay, is goed. Mama gaat jou opeten. Mama, jou opeten? Aboe. Aboe. Ik hou van jou. Oeh, knuffelen met mama. Oeh, knuffelen met mama. Nou, dat was een flinke gaap. Je kan wel lachen, hè? Ook chagrijnen, maar ook lachen. Hè? Wat er ook gebeurt, altijd blijven lachen, hè, schat? Ja. Ja. Wij gaan nog even op papa wachten. Zodat we dadelijk kunnen spoelen. En dan eten. Want die heb ik ook al klaarstaan. En dan is het alweer avond. En dan kan jullie dadelijk weer lekker zijn bedje in uiteindelijk, hè. Hij slaapt al. En ik ben net gedoucht en ik lig ook in mijn bedje. Vandaag heb ik echt niet veel gevlogd. Want ten eerste, Jordi had heel veel buikpijn. En ten tweede, hij was zo chagrijnig als de pest. En ten derde, ik was gewoon moe. Niels was ook heel erg moe. We hebben hem vanavond nog wel moeten spoelen. Want het was gewoon echt niet te doen voor het manneke. Dus, maar we snappen het allebei niet. Want zijn ontlasting was gewoon dun, zeg maar. En gewoon eigenlijk prima om er zelf uit te kunnen werken. Dus ja, hij houdt het gewoon ook echt zelf op. En ja, spoelen heeft wel gewerkt trouwens. Dus, dus daar zijn we blij mee. Maar ja, ik heb ook echt niet veel gevlogd daardoor. En we waren ook gewoon echt moe met de nachtelijke spookdochter van Jordi. En ja, die dagen hebben we er ook bij zitten. Dat het gewoon even niet wil. Helaas. Niet dat het erg is hoor, want hij heeft ook wel echt momenten dat hij lacht en dat je vrolijk met hem bent en dat je met hem speelt, met hem knuffelt en alles. Maar soms overheerst de dag gewoon bij Jordi dat hij last heeft van zijn buik. En dat mag. Ja, ik ga bij deze vlog ook afsluiten. Morgen beginnen we weer een nieuwe. En deze moet ik nog editen. Maar ik denk dat dat morgen wordt. Want ik ben gewoon echt moe. Dus wel rusten. Slaap lekker. Ook namens deze slapie hoofd. Want die doet 's nachts meestal het meeste werk. Dus ik snap wel dat die echt nou ook ligt te slapen. Rusten allemaal.